Hey, Mietje. Weet je wat we hier doen, jongen? Wat dan? Wel ronde rozijnen. Een kipper in mijn beslag en dan nog een keer. Nee, om iedereen te leren keizersmarren te maken. Hartstikke goedie. En hoeveel op hoeveel? Ik had toch 4 personen 5 eieren. Oh, dat kunnen wij wel. 10 eieren dus, dat is goed. Dat zijn wel scharrel-eiwitjes dat, hè? We hebben al wat scharrelkloppen. Een scharrelkloppen. Hij is een scharrelkloppen. Dan komen ze in het gezicht uit. Ja, en het wordt straks zo. Grappig, hè? Dit is nummer 6. Moet je nou een kilo mee op? De eiwitten moet zo stijf zijn dat je bijna op het kopje houden, zoals bij slagroom. Dus, en dan zal ik de rest even beginnen uit te leggen. Ja, voeg je wat bloem toe. Ik doe alles op gevoel, dus voor mij is het een beetje aftast zoveel. Ja, dat is kennen. Jij weet het ook vast dat wij gewoon wat doet. Dus 300 gram bloem ongeveer, dan de melk erbij doen en vinden dat het een dikke pasta wordt, echt dik. Tim, we zouden er even willen halen. Ja, hoeveel bloem? Gewoon een beetje hup. Nou, per 5 eieren, ongeveer 3 tot 400 gram. Nou, als iedereen blijft zitten op zijn plek, dan kan iedereen het gewoon zien. Ja, dat weet ik niet. Het gaat met name om de bakken, want daar zit de kunst in. Ik vind het wel lekker kunstig. De rozijnen gaan in het deeg. Och, moest je ook in het soepel klaar. En dan uiteindelijk ook het eiwit. En de truc is dat je het eiwit er een beetje doorheen spatelt, zou ik maar zeggen. Heel luchtig. Luchtig. Nee, soepel, joh. Niet heel de lucht er weer uit haalt, maar goed. Hoort er nog een spreuk bij? Na 3 dagen gingen wij ons tweede rantsoen halen, want we zaten allemaal 100 man de hutten. En zei die berggids, oh joh, ik zorg al voor het avondeten. Wat had hij bij? Eieren en... En toen hebben wij boven in de hut, in Frankrijk hebben wij keizersmarren gemaakt. Alleen, één ding wat we niet hadden, was een staafmixer, of een mixer.
Dus wij moesten allemaal met de voorraad. Met de voorraad. En die bak die ging van lamhandje naar lamhandje en naar lamhandje en lam. Maar uiteindelijk kregen we natuurlijk wel best wel het uit. Nou, dan dit is nu klaar. Ik heb olie, maar boter werkt net zo goed natuurlijk. Dat is aan. Ja. Slecht zicht wel, gasten. Schone verbranding. Nee, maar dat zie je als de lucht. Ik heb helemaal geen polder, dus ik wil een beetje... Nou, maar als het vet warm is... Die kozijnen hebben altijd de neiging om onderin te gaan zitten. Ik bedoel, zijn ze? Ja. Nee. Dat is oliebodem. Ja, dat is al dik beslag. Een grote kladder erin. En dan laat je hem eerst aan de onderkant heet worden. Hij gaat zoals een show op de film. Kijk erin. Een paar ja. Dan laten we de onderkant de eerste keer goed. Bruin worden. Maar goed, ik weet ook niet hoe snel het op de ding gaat. Ik hoor dat je niet blijkt meer. Is hij aan? Ik wil even, ja, is aan. Maar gaan we ondertussen weer terug naar ons slagpunt? We gaan ons op slag aan. We moeten maar weer terug naar de lucht. Ja. Laat maar over. Sorry. Hij is heel goed. Ligt bij. Als ik aan jullie logeren. Nou, dan gaan we inderdaad in stukjes snijden, want de onderkant is al een beetje bruin. En hard. En dan gaan we die gewoon omdraaien. Oeh, en dan krijg je pannenkoek. Ja, het is ook een soort pannenkoek, alleen maar met anders. Wat rustiger. Dat lijkt me niet lekker. Waarom maar? Ja, dat is een beetje een beetje een bord aan, of twee? Ja, mooie ring. Ja, dat is een beetje 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 een Okay. En als je lak of appelmoes? Ja. Appelmoes. Ja. Ik vind het een super demo. Echt, En zit Floris, zet jij het op YouTube? Ik heb 10 minuten wachten. Dat is alles. Allemaal van die gids geleerd. Ja, dat blijkt. Bij de brandstof. En ik kwam later trots terug uit de Alpen. Zie je hoeveel kuisjes maar heeft. Wat? Volgens mij moeten jullie bakken als er twee jongetjes die niet stoppen met koek. Het regent, jongens. Het regent lekker. Hier. Nou, weet je wat ik zeg?